De structuren van NDP Brokopondo hebben Sergio Akinboto gevraagd zijn besluit in overweging te nemen. Akinboto heeft onlangs bedankt als lid van de NDP zonder dat te bespreken met zijn achterban of de partijleiding. De mensen die op hem hebben gestemd zijn het niet eens hiermee. Ze zien in hem een leider die nog veel kan doen voor Suriname en in het bijzonder voor Brokopondo. Zij hebben zich vanmorgen verzameld in het partijcentrum Osseer. Daarna hebben ze Akinboto thuis opgehaald door tussenkomst van het traditioneel gezag, zoals gebruikelijk in het binnenland. De structuren hebben de ex-NDP'er een petitie aangeboden waarin ze eisen dat hij zijn besluit terugdraait. Hoofdkapitein Michel Walden denkt dat Akinboto terug zal komen op zijn besluit. A strukturu anu fu partai let nomo ala detra organisasi in partai verban u abame fanodu en akoni fu amang sana abe fanodu dus if a mataki akan tak tamara fi api sirif nader en tak yon luku na brada imku ipunga wurako anu tak nei onda amuroko gisrenang gado geng akoni en amuroko ng akoni feng anego om tak amus delit fu NDP na hoon amus luko gisrenang. Amurugi serenang, maar amang na NDP rai sama op midienki, voor langa sa mesia mai ka tapsei, dan na NDP verbando mo mesia mai kontrape. Dus nami mia babribi taki amau gorugi NDP baka. Akinboto had niet gedacht dat de structuren zo massaal zouden opkomen. Hij was wel op de hoogte gesteld, maar had niet zo'n grote groep verwacht. Hij weet nog niet wat hij zal besluiten. De ex-minister van Natuurlijke Hulpbronnen zegt dat hij zijn leven reeds anders had ingericht. Ik hoor gewoon om eerlijk te zijn. Toch? Ik weet het echt niet. Serieus, ik weet het niet. Ik weet niet wat ik moet delen. Ik heb mijn gezin voorbereid op mijn aanwezigheid thuis. Ik heb mezelf voorbereid. Ik heb sollicitatiegesprekken gevoerd met bedrijven. Ik heb jobs aangenomen. Ik heb een heleboel dingen gedaan met de bedoeling dat ik me nu zou op andere manier zou bezighouden, zoals ik heb aangegeven in mijn brief. En de mensen, ik ben verrast. Ik ben helemaal verrast hiermee. En ik kan niet zeggen, ik loop er weg van. Anders heb ik nooit die verantwoordelijkheid gedragen. Ik voel me verantwoordelijk voor. Ik wil erover nadenken. Ik wil tijd nemen voor mezelf, er goed over nadenken. En een evenwichtig besluit nemen waarbij ik en nog mijn goed voel om daadwerkelijk bijdrage te leveren. Hoe lang? Hoe kilo? Misschien een avond, het kan een week, het kan 2 maanden duren. I don't know, I really don't know. Serieus. Het is als mens, het is verrassend. Het is verrassend. Ex-NDP-parlementariër Sergio Akinboto. Hij heeft nog niet besloten of hij terugkomt in de politiek. Maar hij zal zeker niet in een andere politieke partij stappen. Hij zegt wel een andere regering te kunnen ondersteunen, maar dan als burger van het land.